De Chinese gemeenschap heeft jarenlang samengewerkt met andere bevolkingsgroepen. We moeten dat nu voortzetten om ons land op te bouwen. Dit zei de voorzitter van de Surinaamse Chinese United Association, SCUA, Li Shaoxiong, tijdens de culturele avond gisteren in de Anthony Nesty Sporthal in verband met de viering van 170 jaar Chinese immigratie in Suriname. In de sporthal konden aanwezigen genieten van verschillende culturele optredens. Tussendoor spraken prominenten achter de organisatie van deze dag hun dank uit aan de bijzondere samenwerking. Jack Uden, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren, vond het een genoegen om met SCUA samen te werken aan de activiteiten in verband met 170 jaar Chinese immigratie. Hij haalde ook aan dat de Chinese groep heel goed geïntegreerd is in de Surinaamse samenleving en dat ze te vinden zijn op alle fronten van de maatschappelijke ladder. Vandaag wordt hulde en dank gebracht aan de voorouders van onze Chinese broeders en zusters. Maar daarmede ook aan de voorouders van alle contractarbeiders, immigranten en geëmigreerden en geëmancipeerden. Maar, dames en heren, dit jubileumjaar is pas geslaagd als wij als nazaten enerzijds lering putten uit al wat onze voorouders moesten doorstaan voor wat wij nu zijn. En anderzijds door verder te bouwen aan die geestelijke schatten die ze ons in ruime mate nalieten. Volharding, moed en vertrouwen. De ambassadeur van China, Han Ying, zei dat de Chinezen in de afgelopen 170 jaar met wijsheid en zweet moeilijkheden hebben overwonnen en zichzelf hebben versterkt. Chinezen hebben een bijdrage geleverd aan economische, politieke en sociale ontwikkeling van Suriname. Bovendien hebben ze uitstekende Chinese cultuur diep geworteld in de genen van dit geweldig land, waardoor het een onlosmakelijk deel is geworden en wonder in de geschiedenis van de wereldmigratie heeft geschreven. Vandaag de dag spelen de Chinese burgers, de Chinese gemeenschap in Suriname een actieve rol in de verschillende sectoren van de Surinaamse samenleving en hun bijdragen worden breed erkend door de samenleving. De vastberadenheid en het doorzettingsvermogen en de tolerantie van de Chinezen in Suriname hebben ongetwijfeld moderne Chinese beschaving ook verrijkt. President Chandrika Prasad Santokhi noemde het besluit van de Chinezen om 170 jaren terug naar Suriname te komen een daad van durf en moed. Hij zegt dat deze burgers alles in hun thuisland hebben verlaten om een nieuwe toekomst te bouwen in Suriname. We hebben ook gehoord 170 jaren van harde arbeid, 170 jaren van tegenslagen, 170 jaren van opofferingsgezindheid, 170 jaren van nieuwe uitdagingen. Maar één ding stond vast, doorgaan voor een betere toekomst voor de kinderen en de kleinkinderen van de nazaten. We hebben ook gehoord dat ze dat niet alleen doen voor hun eigen Chinese groepering, maar dat ze dat doen voor de totale Surinaamse samenleving, alle bevolkingsgroepen, en dat ze een bijdrage leveren aan de natievorming in Suriname. President Santokhi benadrukte dat de Chinezen onderdeel zijn van de Bromtjejari, waar eenheid, verbroedering en tolerantie voor elkaar centraal staan.